durft de krant maar open te slaan op dit moment. En je ziet in alle gebieden in de wereld, daar waar veel mensen wonen, laaggelegen gebieden, vlakbij de zee of bij de rivieren, dat er veel problemen ontstaan. Op het gebied van de waterveiligheid, maar ook de kwaliteit van water, bodemdaling, problemen met de bodem, grondstoffen. Het zijn allemaal problemen die sterk aan elkaar gerelateerd zijn en die in samenhang opgelost moeten worden. Als ik terugkijk op 2014, dan vind ik het heel belangrijk dat wij een zeer wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de normering op het gebied van waterveiligheid in Nederland. Wat heel erg bepalend zal zijn voor de manier waarop we naar onze overstromingsveiligheid kijken. En ook naar de grote investeringen die de komende jaren aankomen op het gebied van waterveiligheid. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het hoogwaterbeschermingsplan en de andere ideeën die er zijn om Nederland adaptief in te richten op een stijgende zeespiegel en op grotere en lagere afvoer van de grote rivieren. Kijkend naar 2015 willen we vooral de ingeslagen weg verder doorzetten. Dat betekent excellente kennis leveren. Dat verbinden aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, watervoorziening bijvoorbeeld. Kennis aan de markt verbinden, dus zorgen dat onze kennis ook gebruikt kan worden door private partijen. Vooral ook in samenwerking met andere partijen die weer meer verstand hebben van bijvoorbeeld energie, gezondheid, voedselvoorziening. Maar daar is onze kennis op het gebied van water en ondergrond heel erg belangrijk voor.